Ik ben niet actief binnen Open VLD omdat ik van Sint Emetta ben. Deze parochie heeft in Tieltwingen de naam van een liberale parochie te zijn, maar ik denk dat dat soort van zaken vandaag de dag clichés zijn die voorbijgestreefd zijn. Ik ben ook niet actief binnen Open VLD omdat mijn grootvader in de jaren 50 voor de toenmalige liberalen in de gemeenteraad gezeten heeft in Tielt. Dat ben ik pas te weten gekomen nadat ik al een tijdje van de politieke microben gebeten was. Ik ben ook niet actief binnen Open VLD omdat ik een blindelings vertrouwen zou hebben in de partijlijn. Iedereen begaat al eens vergissingen en dat geldt zowel voor mij persoonlijk als voor de politieke partij waarmee ik mij inlaat. Mijn keuze voor Open VLD Tieltwingen is er gekomen omwille van de principes waar deze partij voor staat. Streven naar individuele vrijheid, ondersteunen van het privaat initiatief, ruimdenkend zijn op ethisch vlak en sociaal zijn voor hen die wat minder startkansen in het leven hebben of gehad hebben. Dat Open VLD in Tieltwingen op grond daarvan uitgegroeid is tot de grootste politieke partij van de gemeente, is mooi meegenomen. Al onze militanten hebben sterke en zwakke kanten. Als groep proberen we met elkaars sterke kanten de wat zwakkere kanten van de anderen te ondersteunen en dat werkt. Open VLD zit in Tieltwingen onterecht in de oppositie. Dit is niet wat de bevolking de vorige gemeenteraadsverkiezingen wenste. Persoonlijk volg ik de gemeenteraden al sedert 1988. En weldra zetel ik 18 jaar met veel plezier in de gemeenteraad, zonder ook maar één vergadering te hebben gemist. Tussen 2001 en 2006 had ik ook het voorrecht om burgemeester te mogen zijn van onze mooie gemeente en dat lag me wel. Samen met Open VLD Tieltwingen ben ik ervan overtuigd dat wij vanaf 1 januari 2013 het beter kunnen doen dan de huidige politieke meerderheid en ik zal mij dan ook opnieuw verkiesbaar stellen en ben kandidaat burgemeester.